Astrid, je hebt natuurlijk meegedaan aan de slimste mens. Hoe kijk je daarop terug? Dat was heel ingrijpend in mijn leven, want ineens heb je een bredere bekendheid, maar dat was wel heel tof. Dat heeft mij, voor mij ook veel deuren geopend die misschien anders niet geopend zou zijn omdat mensen mij gewoon niet kenden. Dus ik ben daar heel, heel dankbaar voor. Dat was een heel fijn avontuur. Binnenkort komen al de beste nog eens voorbij bij de slimste mens. Heeft Erik van Looy jou daar al voor gecontacteerd? Ja, hij heeft mij gebeld in december, ja, toen ik op reis vertrok. Dus... En jouw antwoord daarop was? Was ja. Ja. Dat is ook wel echt iets waar je naar uitkijkt? Ja, uiteraard. Allee, het gaat wel anders zijn, want nu gaan dat allemaal super slimme mensen zijn. Dus ik ben wel nu al geïntimideerd door het feit dat ik daar moet gaan zitten. Want het zijn allemaal kanjers, hè. Maar het gaat heel leuk zijn om een keer terug te zijn en iedereen opnieuw te ontmoeten van de ploeg en zo. Schat je jouw kansen dan niet zo hoog in, of... Ik moet daar realistisch in zijn, denk ik. Als je de lijst ziet alleen van mogelijke kandidaten, dat zijn toch echt allemaal heel, heel slimme mensen die zeer veel weten. Ik ga mij niet zomaar gewonnen geven. Ik ga mijn best doen. Hè? Maar ik denk niet dat ik daar heel lang in zal zitten, nee. Je zit er al in. Dat is al een hele prestatie, vind ik. Hè? Dat vind ik ook.